Hey, goedemorgen. Wij zijn Jolien en Jenno. Leuk dat je kijkt naar ons YouTube-kanaal. Ben je ook al geabonneerd en heb je ook al de bel geringd? Dat is zo dat icoontje dat naast abonneren staat. En als je dat icoontje aanvinkt, dan krijg je iedere vlog vanaf die online is, krijg je in je mailbox of krijg je daarvan een pushmelding op je telefoon. Dus dat is wel heel belangrijk dat je dat doet. Ja, en wij zijn dus nu onderweg naar Nederland, want in Nederland woont Marina. Marina is een meisje van 12 jaar oud en Marina is blind. En wij gaan vandaag samen met Marina blind gaan paardrijden. Ja, en zij YouTubet ook trouwens. Zij heeft ook een eigen kanaal. Dat staat hier nu ergens in beeld. Ja. Daar kan je ook haar vlogjes zien. En volgens mij maakt zij ook dagelijkse vlogs. Klopt ja, dat? Ze maakt ook dagelijkse vlogs. Dus, en we hebben elkaar leren kennen op een YouTube meeting. En toen zijn we samen al eens blind naar een pretpark geweest. We zijn samen naar Plopsaland geweest. En om ook zelf eens te ervaren hoe dat is. En nu gaan we eens iets anders proberen. Ja, we gaan eens paardrijden. Spannend. Ja, heel spannend. Ik heb vroeger ook al wel aan paardrijden geweest, maar dat al zeker minstens al 10 jaar al geleden. Dus ik hoop dat ik dat nog altijd kan, dat toch een beetje hetzelfde is als fietsen. Want ja, fietsen verleer je ook nooit. Nee, maar paardrijden misschien wel en zeker nog wel blind paardrijden. Dat gaat echt niet gemakkelijk zijn, denk ik. Ik hoop dat het echt eigenlijk niet misgaat. Maar als het wel misgaat, film het ook. Hè? Ja, absoluut. Sowieso. De camera staat op jouw been of wel een arm gebroken of zo. Wie weet. Ik kijk jullie gezellig met ons mee. Jenno staat hier. Hallo, ik ben hier. Hallo. Dag Marina. Ik ben ook terwijl aan het filmen trouwens. Hoi. Hoi tegen de kijkertjes. Hoi tegen de kijkertjes. Dit is de mama van Marina trouwens. Hallo jongens. Hoi. Ja, we zijn sinds kort ook aan het vloggen eigenlijk. Grappig hè? Ja, leuk hè. Ik ben blij dat jullie dat doen. Ja. Leuk. Ja. Zet jullie gelijk even op de foto met de vlog. Oh ja. Ja. We gaan iets heel erg leuks doen. Ja, ik ben heel erg benieuwd. Nou, Jolien, jij gaat blind paardrijden. Oh, leuk. En Jenno, jij gaat blind poetsen. Ik poetsen? Ja. Oké. Je bent er goed. En jij gaat op een hele vervelende pony. Op een vervelende pony? Ja. Oei. Het is al lang geleden dat jij nog een paardrijd hebt. Ja, ongeveer 10 jaar denk ik. Dus ja, ik hoop dat ik het nog altijd wel kan. Kunnen we het misschien eerst nog eens proberen zonder blinddoek? Om te kijken of het nog kan. Ja, en dan daarna... Ik weet nog niet. Ja, oké. Ik heb het begrepen. Dank je. Ik vind het heel leuk. Oh ja, kijk, en we hebben ook een heel erg leuk maskertje om geblinddoek te zijn. Kijk, mooi hè? Blindhappyandfree.com. Dat is jouw website hè? Ja. Ja, het is een heel klein beetje vuil. Je gaat veel werk hebben. Ja, dat mag. Ik denk, jij nou noem dan maar. Je mag de vieste pony krijgen. Ja. Oh, kijk, hier hebben ze ook een blind paard. En dit paard is Malibu. Wat Malibu? Malibu. Ja. Zoals de drank. Ja. Is het echt een stout paard? Ja. Ik heb geen stoute paarden. Dit is echt heel lief. Oké. Zo. Ja, ik heb een grote hoofd, hè. Zo. Nou, zie je nog wat? Steek eens een paar vingers op. 3. 2. Nee, of ik kan niet meer tellen, of ik kan niks zien. Kom maar, heb je hier een borstel? Ja. Dan moet je even meekomen. Dit, want er is nog een touw, hè? Ja, waar is dat? Hier. Ja. En dan moet je zeg maar met deze borstel, dan moet je even hierheen komen. En dan moet je zeg maar verder. En dan heb je hier Coco. En dan moet je zeg maar. Met de niet in jouw haren aan borstelen nu, hè? Nee, kijk, je moet anders doen. Je moet zeg maar rondjes draaien. Marina, ik heb een iets betere voor hem. Dan kan hij echt zijn hand in. Want die is kapot, zie ik. Kijk. Dan kan ik daar gewoon naar voren. Hij is de pony kwijt. Ja, kom maar. Hier. En dan rondjes draaien met de haren mee. Rondjes draaien met de haren. Met de haren mee rondjes draaien, hoe kan dat dan? Ja, even een stukje tegenaan terug aan ons. Oh ja, oké. Coco, let even niet. Oh, vindt hij het niet leuk? Nee. Moet ik opletten dat hij schopt of zo? Nee, of, je lange kont. Doe ik het goed, schat? Ja. Ik denk het wel. Maar ik denk dat je wel naar de andere kant moet opdraaien. Zo? Ja. Ja, ik zie dat niet natuurlijk, hè. Hoe weet je dat dan, Marina, wanneer het paard proper is? Hoe weet je wanneer het paard proper is, wanneer het klaar is? Ja, dat voel je
meestal wel. Oké. Okay. Maar bij haar dat ze heel veel zand oplevert, dus oh, ja, okay. Dat ze anders een beetje afzet. Ja. Als je daarmee klaar bent, je moet echt heel door het lichaam, zo ook op je rug zien, dan naar achter bij de billen. Ja. Als je dat klaar hebt, dan krijg je de volgende borstel. Oké. Er vallen allemaal haren af, dus dat is goed, denk ik. Ja. Denk je ook dat ik het goed doe, Marina? Of, ja, hoor. Ik denk dat je wel misschien beter even op een ander plaatje kan beginnen borstelen, want je bent ja? Inderdaad op hetzelfde ja? Plaatje aan het borstelen. Zeg maar, waar dan? Hier, hier? Is het hier ook? Meer achteraan, achter. Denk ik. Zo hier? Ja. Ik denk ook wel dat je het zelf ook wel grappig gaat vinden als je nu straks zelf zou kijken. Het paard is nog super vuil van achter. Echt? Ja. Je moet ook een beetje lager. Volgens mij is dat Marina fout. Nee, hij is wel aan de kant waar jij aan het borstelen bent. Ja. Marina is zeker al 10 minuten al klaar aan de kant waar zij bezig is. Ja, ik heb al 3 borstels gedaan. Ja. Ik zie dat je nu in één keer stopt. Ja. Is het proper, vind je? Ik denk het wel. Het is proper, hè? Voelt het proper aan? Ik kijk ze nog een keer na. Ja. Ja, we hebben volgende week ga even iets maken. Of niet? Ja, oké. Okay. Marina is nu even de hoeven aan het proper maken. Je hebt het heel goed gedaan hoor. Oh, dank je wel. Hoe vind je hem nu? Vind je hem zelf proper eruit? Het is wel proper, we hebben het goed gedaan hè, Marina. Ja. Kijk, Marina zit al op het paard. Doe dat maar. En dat grote paard, daarop gaat Jolien zitten. Zal ik niet beter eerst nog een keer gewoon en dan daarna geblinddoekt? Ja, misschien best wel. Ja, oké, want het is al zo lang geleden, 10 jaar geleden. Ja, blijkbaar. Ik had de beugels zo gedaan als ik dacht. Zit erop, schat? Zit erop. Ze zijn een beetje kort. Hij mag langer, maar dit, misschien dit wel stevig voor je. Ja, dat is goed. Zit je goed? Ja, maar ik weet wel niet meer. Oh, wacht. Oh. De teugel van. Ik weet wel niet meer precies wat ik wil zeggen. Oh, van Mario. Oh. Andersom. En Jolien die probeert het nu eventjes nog zonder blinddoek. Maar straks moet ze het ook blind doen, net zoals Marina. Ja. Nou, dat gaat toch hartstikke goed. Gaat ik Marina even doen? We gaan gewoon beginnen dat ik naast je ga lopen. Het gaat goed, hè? Ja. We gaan hier bij een bochtje. Okay. Dus op de korte zijde zijn we nu, bij die kantine daar gemaakt. Dat is hier voor ons. Ja. Okay. En nu loop je af op waar ze zitten te vloggen. Ja. Even Even zwaaien. Hallo. Oké, okay, dan gaan we nu een stukje trainen. Hey Marina. Hoi. Vind je dat Jolien het goed doet? Ja, ik vind het heel goed. Ik vind het echt knap. Jullie zijn trouwens ook een filmpje aan het maken. Ja. Voor jullie YouTube kanaal. Hallo kijkers. Hallo. We zijn voor ze. Oh, nu ga je snel hoor. Ik ga helemaal naar het evenwicht. Ja, de bochtje kwam eraan en die zag je niet aankomen. Dus van... Ja. Hoe vond je het? Ik vond het heel erg moeilijk, vooral ook het paard beweegt, dus je weet helemaal niet meer waar je bent. Je moet ook nog eens je evenwicht houden. Dat was echt heel, heel moeilijk. Maar het was wel enorm leuk. Ik vond het wel spannend om toch ook een keer het vertrouwen in eigenlijk het paard aan te leggen. En het ging goed, dus ik ben er toch ook wel heel erg mooi... Ik was heel erg bang eigenlijk om te vallen en dat is gelukkig toch niet gebeurd. Ik zou het zelf echt niet durven, hoor. Ja, nee. Nee. Waarom durf je? Ja. Nee, ik durf niet. Ik durf niet. En durf je ook niet gewoon als het paard een beetje wandelt, gewoon in plaats zonder draf? Nee, nee ja, ik heb het niet zo voor zoiets. En als je heel klein bent, dan gaat Jolien. Ja, hij gaat heel dicht langs de... En dan galopeer je naar Marina. Ja, oké. Okay. Marina, die wil ons ook nog even uitdagen. Wat dat precies is, gaat ze nu uitdagen. Nou, jullie kennen die puzzel denk ik wel. Oh ja, dat hebben we gezien op jouw kanaal. Ik, die laat ik alle YouTubers dan zeg maar allemaal doen, blinddoekt. Mm-hmm. En dan gaan we met een timer, met een stopwatch, en dan gaan we kijken wie er het snelst is van iedereen. En dat ga ik nu ook om de beurt bij jullie doen. Oh. Ik begin met Jenno. Jolien, jij mag lekker naar buiten. Ja, oké. Zo? Ja, heel goed. Go! Oké, klaar. 6:08:92. Zo, maar dit is nu 9. Dit ziet er zo makkelijk uit. Op die manier ziet het echt poep simpel eruit. Maar ja, ik kan. Blind was het echt heel erg moeilijk. Jolientje!
Schat, ik heb het niet zo heel erg goed gedaan. Dus Oei. Nu moet jij het echt wel beter en sneller doen. Je moet heel erg goed voelen. Dat is een goede tip. Ik heel goed voelen. Zodat je bijna gaat... Hij staat lekker te kletsen, maar ga maar lekker zitten bij mij. Zodat je eigenlijk bijna gaat raden, zeg maar, welke vorm je gekregen hebt. Dit is dus de puzzel. Okay. Ja, luider. Als ik hem aangeef, zo moet je hem houden. Je moet hem niet draaien. Misschien een beetje naar links of naar rechts, maar niet rond. Als jullie er klaar zijn... Dat wil zeggen, als hij hem aangeeft, zo moet hij eigenlijk in het bordje. Ja. Oké. Zijn jullie er klaar voor? Ja. Marina, geef maar aan. Dan druk ik op start. Cut! Stop! 7 minuten 8! Jij en Femke! Het is zo moeilijk! Wow! Het zijn toch goed gedaan! Supergoed! Hoeveel was eigenlijk het? Hoeveel moest het zijn? Marina heeft 1 minuut 14. Maar ik had hem ook nog nooit gezien. Ook nooit gezien. Uit de plastic gehaald en mooi even toegemaakt. En het snelste was QC gisteren. Met 3,35, hè? Oeh. Ik heb wel heel veel minder. 3,34. Maar ik moet wel heel grappig, want je beseft uiteindelijk wel, ik had hier iets kleiner gevoeld. Ik had daarnaast nooit kleiner, ik heb dat een beetje beginnen aan te houden. Ja. En ik voelde echt dat dit een paard was. Ja, dat was de eerste die ik in zijn handen had. Dan is hij denk ik 3 minuten bezig geweest. Ja. Oh, schat. Ja, ik vond het niet. Maar ik denk persoonlijk dat het is misschien, want ik zelf ook, ik heb nu om de contactlenzen in, maar als ik mijn contactlenzen uit doe, zie ik ook helemaal wazen, want ik heb een -7. Dus ik zie ook helemaal waar. Dus ik kan eigenlijk best nog wel goed s'avonds ook eigenlijk rondlopen in huis en dingetjes doen ofzo. Dat gaat eigenlijk perfect. Dus ik denk dat daar misschien ook wel mee te maken is. Want ik weet wat perfect in de badkamer alles staan. Ik kan het gewoon nemen. Ze kan met het licht uit, kan zij soms beter dingen doen dan met licht aan. Ja, ik heb last als het licht aan, want het alles dan veel waziger is. Yes. En ik heb liever aan het donker en dan kan ik meer... Ze weet ook alles blindelings liggen. Dus misschien is dat wel haar troef nu met de puzzel. Ze luistert natuurlijk. Daar heb je een punt van mannen. We geven het aan en zoals we het aangeven, zo moet je hem houden. Ja. En dan kreeg hij hem zo in zijn handen, zo netjes. En dan hoppala! En dan zat hij, nou, eens even kijken. Oh. Dan ging hij zo, hij ging... Ja, dat is waar. Ja, dat was het dan. Het was leuk, hè? Ja, het was heel erg leuk. Wel spannend, hoor. Ik vond het heel spannend. En vooral die puzzel, dat was niet zo goed. Niet goed gedaan. Maar jij wel, hè? Ja, toch? Dat ging vrij plat. Ja, Janine heeft het record momenteel, hè, op jouw kanaal. Ja. Dat moeten jullie trouwens zeker eens doen. Kijk zeker eens naar het kanaal van Marina. Ga je daar ook eens even abonneren. Ze maakt dagelijkse vlogs. Ze laat zien hoe het is en hoe ze eigenlijk haar leven leidt als een blinde meid. Maar ze laat ook gewoon zien hoe makkelijk sommige dingen zijn. Terwijl wij soms denken van, het is eigenlijk wel moeilijk. Maar kijk, je zag het ook aan Jolien. Ze heeft geblinddoekt op een paard gereden. En dat lukte gewoon. Dat lukte, ja, inderdaad. Soms denken we soms wel eens te snel van, dat lukt niet. En dat klopt wel, hè? Ja. En je ziet, soms is het helemaal niet moeilijk. Vergeet zeker als ook eens niet op Marina haar website te kijken. Dit is de website Blind, Happy and Free. Gezondheid! Blind, Happy and Free is de website. Daar moet je zeker als een keer op kijken. En zo raak je ook op eigenlijk de YouTube-pagina van Marina. We zullen ook nog eens hieronder in de omschrijving zetten. En dus zeker als ook de duimpjes omhoog. Duimpjes omhoog voor Marina. En vergeet je ook niet te abonneren. En te reageren hieronder. Ja, tot morgen. Daag. Zullen we groepsknuffel doen? Ja. Bedankt om te kijken naar deze video. En als je meer wilt zien, dan klik je maar even op een van deze buttons.